Waar gaat Ede? Dat komen de deelnemers en vrijwilligers. Iedereen is hier. Dus onze grote ALS-familie is vandaag hier in Ede. Om weer het gevoel te krijgen en dan gaan we naar Frankrijk. Ik ben Bram en Marcel. Ik heb inmiddels 6 jaar de diagnose ALS. Ik ben Monique van der Hof en ik heb ALS. En op 8 juni gaan we de tour doen om geld binnen te halen voor ALS. Zodat er medicatie komt tegen die rotziekte. Peter is aan het trainen, mijn man. We moeten flink wat meters maken. Maar dat doen we zeker voor een goed doel en om ALS bekend te maken in, op de kaart eigenlijk. Dat is eigenlijk ons streven. ALS op de kaart te zetten, dat willen we graag. Wij gaan inderdaad voor de 2e keer naar boven en wij proberen eigenlijk, we hebben een appgroep met ons team, Alles voor Bram. En wij proberen te trainen wanneer het kan. Meestal starten we bij Bram thuis met de hazenpino. Wie gaat er achterop bij Bram en wie kan haakt aan? Dus hopelijk met zoveel mogelijk mensen. De tenue, Tour d'ALS 11e editie gaat worden, ja! Is die mooi, hè? Ik denk dat dat de ene mooiste dag van mijn leven was. Mijn mooiste dag was het trouwen en dat was 10-10. En dat was mijn, het ene mooiste dag. Want al mijn vrienden die bij mij zijn, die zijn er dan. Die zijn mensen die speciaal op meneer komen voor de tour. Nou, hoe mooi is dat. En ik vind het heel leuk om medepatiënten te zien die ook net zoveel spirit hebben als alle andere mensen die geen ALS hebben, die toch naar boven gaan. En dus denk ik, gezamenlijk één doel beleven is het mooiste wat er is.